Tijdens de reguliere raadsvergadering hebben regeringsautoriteiten zich gebogen over actuele onderwerpen het beleid rakende. Op de bijeenkomst van dinsdag 23 februari 2021 zijn belangrijke vraagstukken op onder meer politiek, financieel, economisch en sociaal vlak aan de orde geweest. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaf in de hoedanigheid van coördinator van de regeringsraad de volgende informatie. Regelmatig heeft de president de regeringsraadvergaderingen naast de reguliere RVM-meetings, de Raad van Ministers, die onder leiding van de vicepresident plaatsvinden. De vergadering vandaag was belangrijk en we gaan er in de komende 5-6 dagen een paar van ze hebben. Er gebeurt veel, er is veel dat gedaan moet worden. Dus vandaag hebben we gesproken over een aantal regeringsprioriteiten. Die regeringsprioriteiten hebben te maken met wat in de samenleving omgaat. En het gaat met name hier om wat gebeurt er met de koers. De stijging van de koers, hoe kunnen we dat het beste beheersen. Er komt een pakket van maatregelen. Is inmiddels binnen de regeringstop goedgekeurd. En dat wordt binnenkort gepresenteerd, ook op een regeringsraadvergadering. Waarbij de koersbeheersing fundamenteel staat. Want met die koersbeheersing kan je dus ook de prijzen beheersen in de samenleving of in de winkels. Die prijsbeheersing is de tweede prioriteit voor de regering. Omdat we weten dat het moeilijk is met het volk. Dat er voor ieder een moeilijke tijd is. We willen niet meer praten over hoe het komt. Maar we weten wel dat we maatregelen moeten treffen om een gezondere economie te hebben. En helaas moet ik zeggen dat we door deze periode gaan moeten doorbijten. Maar de regering probeert wel het zodanig te doen dat de lasten, de pijn, niet op één moment te veel worden. Dus de president heeft gevraagd of geïnstrueerd dat er een speciaal team komt dat het ministerie van Economische Zaken zal ondersteunen bij prijscontrole. Dus ik begin alvast de verschillende winkeliers te waarschuwen voor prijsopdrijving. Want ze krijgen goedkope dollars tegen de normale koers. En de bedoeling is dat ze dus hun producten ook aanbieden tegen een redelijke prijs. Dat is vastgesteld in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Dus dat is enorm belangrijk dat we ervoor zorgen dat het volk niet te veel de dupe wordt van de economische malaise. Daarnaast speelt de kwestie van veiligheid. En met name de veiligheid op de wegen. We zien helaas veel personen overlijden vanwege verkeersongevallen. Dat is geen goede zaak. Het ligt misschien aan de verscherping die nodig is wat betreft controle. Dus de politie heeft de opdracht nu. De minister van Justitie en Politie heeft de opdracht om daar scherper op te gaan letten. Want we willen niet dat er onveilige situaties ontstaan. Nog minder willen we dat mensen overlijden in het verkeer. Dus dat is nummer 3. En een andere zaak dat gaande is, want de regeringsraadvergadering is nog niet afgelopen, is de kwestie van Basel. Is die kwestie waarbij de herregistratie plaatsvindt van personen die recht maken op een Baselkaart voor medische zorg. Daar zijn wat besluiten over genomen om de periode van de geldigheid te verlengen met een maand. Dat zal noodzakelijk zijn om eigenlijk een stukje sanering van het bestand mogelijk te maken. Het is bekend dat veel mensen die eigenlijk geen recht hebben op Basel er gebruik van maken. Daarmee doen ze anderen tekort, want het kost veel geld. Dus daar wordt heel nadrukkelijk naar gekeken, de medische kant, de medische zorg. En in dat verband moet ik ook zeggen dat COVID-19 vandaag is begonnen met de vaccinatie. Campagne met de minister en een specialist en ook een verpleegster erbij. Dat gaat de komende dagen doorgaan met de 1000 vaccins die we al hebben ontvangen. Ik heb toevallig vandaag ook bericht gekregen dat de 50.000 COVID-doses zeer waarschijnlijk dit weekend in Suriname beschikbaar zal zijn. Ze worden ingevlogen vanuit India naar een Caribisch eiland en vandaar moeten wij ze ophalen. Dat betekent dat we dus vanaf maandag gewoon door kunnen gaan met COVID-19 vaccin. Dat zal meehelpen om het proces van beheersen van COVID-19 ook mogelijk te maken.
Ik moet wel een compliment maken aan de bevolking, onze eigen bevolking, dat zij zich toch wel vrij goed houden aan de regels. We hebben een beetje de voorschriften makkelijker gemaakt, gerelaxed een beetje. Maar we waren ook wel bang eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat mensen er niet aan zouden houden en dat we weer een situatie zouden krijgen van COVID-besmettingen. We moeten er met z'n allemaal op letten dat het niet zo is en zich houden aan de regels. Laatste punt is de kwestie van de algehele situatie met betrekking tot het gezond maken van de economie. De president heeft het vaker gezegd, ook de minister van Financiën. We zijn bezig met verschillende trajecten tegelijkertijd. We zijn bezig met het schuldenvraagstuk dat enorm is, zowel binnenlands als buitenlands. We zijn bezig ook met het IMF-traject om bepaalde maatregelen voor te bereiden en uit te voeren om die economie weer gezond te maken. Dat zal een paar maanden, 9 tot 12 maanden moeten duren. Wanneer dat eenmaal gebeurd is, hopen we dat we in wat stabieler water zijn terechtgekomen. Dus op dat stuk wordt heel hard gewerkt. Een ander onderwerp dat ook heel uitgebreid aan de orde is geweest, is het milieubeleid. En daar zijn verschillende voorstellen gedaan door de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het is een enorm belangrijk aspect van ons leven, het beschermen van onze eigen omgeving en het milieu in het algemeen. Dus daarmee ziet u dat de regering niet alleen bezig is met crisisbeheersing, maar ook met beleid ontwikkelen voor de toekomst. Dit is echt over de komende jaren heen. Dat is eigenlijk de regeringsraad. Als we nog even tijd hebben, zal nog gesproken worden over de hervorming van het overheidsapparaat door minister van Binnenlandse Zaken.